Wat gebeurt er met oestrogeen tijdens de overgang en wat kun je hiertegen doen? Inleiding: de overgang is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw, gekenmerkt door veranderende hormoonniveaus, vooral van oestrogeen. Oestrogeentekort kan tijdens de overgang optreden, wat leidt tot diverse symptomen. Deze kunnen variëren van opvliegers, nachtelijk zweten en stemmingswisselingen tot vaginale droogheid en botverlies. Om deze symptomen te verlichten, kunnen oestrogeentabletten worden voorgeschreven. De voordelen zijn duidelijk: vermindering van menopausale symptomen, bescherming tegen botverlies en mogelijk een verlaagd risico op hartziekte. Echter, zoals met alle medicijnen, komen er risico's en bijwerkingen kijken bij oestrogeentabletten. Dit kan variëren van misselijkheid en hoofdpijn tot ernstigere risico's, zoals bloedstolsels en borstkanker. Gelukkig zijn er alternatieven voor oestrogeentabletten. Levensstijlveranderingen, zoals een gebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en stressmanagement kunnen helpen. Natuurlijke supplementen en kruiden kunnen ook enige verlichting bieden. Het is van cruciaal belang om medisch advies in te winnen voordat je begint met enige vorm van behandeling. Hormonale balans speelt een significante rol in ons emotioneel welzijn en algehele gezondheid. De overgang is niet alleen een hormonale transitie, maar ook een tijd van zelfreflectie en herontdekking. Door aandacht te besteden aan onze lichamelijke en emotionele behoeften, kunnen we deze periode met kracht en gratie navigeren. Afsluitend, de overgang is een natuurlijke fase en met de juiste zorg en aandacht kan de kwaliteit van leven worden behouden en zelfs verbeterd.